1 minuut over 7, dus we gaan echt proberen op tijd te beginnen, want we kunnen de tijd goed gebruiken. En bovendien de mensen die op tijd zijn ingeschakeld, die willen we ook niet teleurstellen en die willen we belonen. Dus we gaan echt op tijd beginnen en dan kunnen we ook op tijd afronden. Hartelijk welkom allemaal bij dit webinar. Een webinar van de Vereniging Elektrische Rijders. En eigenlijk hebben we de bedoeling vanavond om jullie allemaal eens even bij te praten over de nationale agenda laadinfrastructuur, oftewel de NAL. Voor Intimie. Maar het is goed om dat eens even uit te leggen. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal met betrekking tot het opladen van elektrische auto's? En hoe gaan we de hele laadinfrastructuur verder uitbouwen? Nou, de VER is daarbij betrokken. De belangstelling voor dit webinar is overigens heel erg groot. Want er hebben zich maar liefst 90 leden aangemeld voor dit webinar. Want die willen gewoon weten hoe gaan wij in de toekomst de auto's allemaal opladen. De elektrische auto's. Het programma is als volgt. Ik neem het even kort met jullie door. Eerst komt aan het woord Bert Klerk. Hij is de voorzitter van de NAL, de Nationale Agenda Laad Infrastructuur. Maar Bert heeft een hele lange geschiedenis bij het elektrisch rijden en in het elektrisch rijden. Bert is natuurlijk jarenlang voorzitter geweest ook van het Formule E-platform, het Formule E-team, waar eigenlijk het hele nationale beleid voor de elektrische auto is neergezet. Daar heeft hij eerder afscheid genomen. Dat gaat hij overigens ook bij de NAL doen, heb ik begrepen. Dat vinden wij natuurlijk heel jammer. We hopen natuurlijk dat hij heel lang nog bij het elektrisch rijden betrokken blijft. Hij is natuurlijk ook bij het NKL betrokken geweest. Hij is ook lid van de VER. Ja, waar is hij eigenlijk niet lid van en waar is hij niet bij de elektrische auto betrokken geweest? Bert, op een later moment komen we daar nog eens even op terug. Maar dit is wel jouw laatste optreden, denk ik misschien, bij de Vereniging Elektrische Rijders in je functie als voorzitter van de NAL. En dat is toch een bijzonder moment en ik wilde dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus Bert, wij willen jou toch al bedanken nu al voor alles wat jij voor het elektrisch rijden in Nederland hebt betekend. Dat is niet gering en je gaat daar zo direct nog een stukje bewijs van opvoeren. Want jij hebt er ook echt verstand van en je hebt ook met iedereen gesproken die iets betekende in de wereld van het elektrisch rijden. Dus kortom Bert, heel erg bedankt voor al jouw inspanningen in zaken het elektrisch rijden. Daar moet je wel even een traantje van wegpinken. Ja, dat doen wij ook. Oké. Na Bert, let goed op wat Bert allemaal gaat zeggen, maar na Bert komt een verre bestuurder Maarten van Biezen, velen ook bekend. Die zal aangeven wat eigenlijk de VER wil bereiken met dat elektrisch rijden, met de NAL en met de hele late infrastructuur. Na hem luisteren we naar Marina van Helvoort. En zij is lid van de NAL-werkgroep Versnelling. Zij zal zelf uitleggen wat dat allemaal betekent. En na Marina krijgen we, en zij is natuurlijk een van onze bestuurders ook. Daarna krijgen we Robert van Gent. Robert van Gent is een belangrijk lid van VER rondom het bestuur. Wij kunnen altijd een beroep op hem doen. En dat hebben we ook hier gedaan, want hij zit in de werkgroep Smart Charging. En dat is in gewoon Nederlands slim laden. En hij gaat zelf uitleggen hoe slim wij in Nederland laden en wat daar allemaal nog te doen is. Hij is ook op zoek naar feedback van leden. Hij wil graag jullie mening horen over waar hij mee bezig is. Dan aan het slot Alexander Hakau en Wim Gerritsen. Die deelnemen in de regionale werkgroep. En dat heet dan niet de NAL, maar de RAL. De regionale agenda laad infrastructuur. En zij doen dat in Oost-Nederland, in Gelderland en Overijssel. En zij gaan aangeven hoe dat werkt in zo'n RAL. En zij zijn ook op zoek naar feedback van leden. En ze hebben ook medewerking nodig van leden die zeggen, ja, wij willen in het Oosten ook meedoen. Maar ik zeg gelijk bij, er zijn nog 4 andere regio's. Heb je dus belangstelling om in zo'n RAL mee te gaan helpen om de laadinfrastructuur, zeg maar, gezicht en vorm te geven? Meld je dan bij Marina van Helvoort en dan gaan wij ervoor zorgen dat je een plek krijgt in dat regionale overleg om tot een goede laadinfrastructuur te komen. Daar hebben we allemaal behoefte aan. Dus doe gerust mee. Tijdens de bijeenkomst zijn er maar een aantal sprekers en dat zijn de mensen die je hier in beeld hebt. Dat wil zeggen dat de mensen die nu ingelogd zijn om mee te kijken, die hebben wel beeld, maar geen microfoon. Maar iedereen kan zijn vragen stellen in de chat opzij van het beeld. Dus stel gerust tijdens de voordrachten, stel rustig je vragen en die gaan wij aan het eind van alle inleidingen behandelen. Dus kom rustig met je opmerkingen en je suggesties. Ik geef de microfoon nu aan Bert Klerk, de voorzitter van de Nationale Agenda
laadinfrastructuur. Bert, aan jou het woord. Dankjewel, Koos, voor je vriendelijke woorden. Ik had mijn traan al weggepinkt, maar ik zag voor als ik straks geen voorzitter ben, alleen al gelijk al een vacature opduiken om bij de VER vrijwilliger te worden voor de regio Zuidwest. Hè. Daar kom ik dadelijk op. Dank voor de gelegenheid overigens om iets over die NAL te vertellen. Ik doe dit nu al een tijdje en ik denk ongeveer dat iedereen in dit land wel weet wat een NAL is. Hè? Maar dat is misschien iets te optimistisch gedacht. Dus ik lood jullie een beetje door deze agenda heen. De Nationale Agenda Laadinfrastructuur maakt een onderdeel uit van het Klimaatakkoord. Tijdens de discussies over het Klimaatakkoord ging het vooral over de vraag... wat is eigenlijk het fiscale regime rondom het rijden in een elektrische auto? Dus het ging over BPM en ik weet niet wat allemaal. Hè? En dat bood ons de gelegenheid om in alle rust die nationale agenda laadinfrastructuur te maken. Eigenlijk heeft niemand zitten opletten. En we hebben met elkaar, en dat is overigens door alle partijen die daaraan hebben deelgenomen, ook ondertekend. En het is nu een integraal onderdeel van het Klimaatakkoord. En eigenlijk... is het de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is een optelsom van, ik geloof iets van 84 of 85 afspraken, die er uiteindelijk toe leiden dat je niet alleen maar je auto, maar ook je vrachtwagen, je bestelauto, zelfs je elektrische snoep, altijd en overal kunt opladen op een slimme en eenvoudige manier. Eigenlijk net zoals je je telefoon oplaadt. Mag ik de volgende, want jij bedient de knoppen, Marina. En toch even voor alle helderheid. Hè. Het gaat dus over alle soorten van voertuigen waarover afspraken gemaakt zijn. Die zie je hier. Hè. Dus de meeste die we met elkaar natuurlijk kennen, die gaat over personenauto's. We hebben in dit land afgesproken dat alle auto's die in 2030 nieuw verkocht worden, die zijn... zero emissie, hè? Wij zeggen er dan altijd bij, die zijn dus elektrisch, maar dat kan ook op waterstof zijn. Het doelgroepenvervoer is in 2025 zero emissie, stadslogistiek, busvervoer, dat valt allemaal onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. En overigens ook, om maar eens een helemaal een buitenbeen te noemen, bouwmaterialen, of bouwmaterieel moet ik zeggen, dat moet ook elektrisch worden, of tenminste zero emissie, dat is ook een onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. De volgende sheet zien jullie de uitgangspunten van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Wij gaan over laden op straat, op laden thuis en laden bij bedrijven. We gaan dus over publieke laden, we gaan over semi-publiek laden. Semi-publiek is bij de IKEA's en de dat soort instellingen. We gaan over snel laden onderweg en in de stad. We gaan over alle modaliteiten en een heel belangrijk onderdeel is, we hadden het, Koos sprak net al over slim laden, we doen de invoering van laadinfrastructuur en elektrisch laden als een onderdeel van de energietransitieopgave. Daar zijn aparte afspraken over gemaakt, dat heet de regionale energiestrategie. En eigenlijk wat we met elkaar doen is die elektrische auto of die elektrische voertuigen onderdeel uitmaken van de energietransitie. En dat is hartstikke ingewikkeld, want zoals we dat met elkaar in dit land doen, hè, daar hebben we weer een apart programma voor. Het Nationaal Programma Energietransitie, de regionale energiestrategie. En als wij met z'n allen straks elektrisch rijden, met onze auto, met de vrachtwagen, noem maar op, dan kan dat alleen maar als er voldoende, zal maar zeggen, duurzame stroom in het net zit. En de opgave die dat is, tezamen met al die andere dingen die we straks met elkaar op een duurzame manier moeten doen, dat moet in één regionale energiestrategie worden gedaan. Op de volgende pagina, want hier staan ook alle laadpunten. Ik doe altijd even op de volgende pagina. Marina, staat een aantal dingen hoe we dat versnellen. Maar kijk even naar dat tabelletje dat daarbij staat. Want ik zou altijd willen weten, als dat nou in het klimaatakkoord is afgesproken. En we hebben er een aparte nationale agenda voor met een structuur. Daar kom ik zo dadelijk op, met stuurgroepen en mensen en van alles en nog wat. Gaat dat dan wat opleveren?
En zeker als ik bewindspersoon zou zijn, wat ik gelukkig niet ben, maar als ik bewindspersoon zou zijn, dan word ik daar natuurlijk uiteindelijk op afgerekend. Hè. Dat is de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat. Die moet daar ook over rapporteren. Dus de vraag is, is de opgave die we met elkaar hebben, gaan we die langs deze lijn ook realiseren? En om even in aantallen te spreken, wij gaan ervan uit dat als wij in 2030, dan ga ik even terug naar die personenauto's, als wij in 2030 alleen nog maar duurzame auto's rijden, dus auto's die elektrisch zijn, dan hebben we ongeveer 1,9 miljoen elektrische auto's in dit land rondrijden. En we hebben uitgerekend dat we daar ongeveer 1,7 miljoen laadpunten voor nodig hebben. En als je dat doorrekent en je begint vandaag of gisteren, dan moet je ongeveer 500 laadpalen per dag in de grond gaan schroeven, hè, vanaf 2025 ongeveer. We zitten nu in een soort opstartfase. Dat is een enorme opgave. En als je nu kijkt, hè, wat is er nu gebeurd in de afgelopen periode, dan zie je in dat tabelletje dat we in de periode 2015-2019, hè, daar waar het de publieke laadinfrastructuur betreft, ongeveer 300 laadpalen, laadpunten per maand in de grond schroefden. 300 laadpunten, hè. 1 laadpaal, dat is 2 laadpunten, dus zeg maar ongeveer 150 laadpalen. En we zitten nu, sinds de start van de NAL, hè, dus dat is ongeveer zomer 2019, zitten we op 936. Dus er wordt wel een enorme versnelling nu al gerealiseerd, zowel op de publieke, de semi-publieke snelladen. Dus dat leidt in totaal tot, er wordt nu per maand gemiddeld gesproken zo'n 1486 laadpunten geïnstalleerd. Dus we realiseren best een flinke toename al. De belangrijkste vraag daarachter is natuurlijk, zijn we met elkaar in staat om dat proces voor de totstandkoming van die laadinfrastructuur, die uitrol van die laadinfrastructuur, of dat ook echt te versnellen? En dat betekent dat er beleid moet worden geformuleerd, vooral in de regio en in de stad. Dat het proces van het plaatsen van laadinfrastructuur beter kan, sneller kan en ook geautomatiseerd kan worden. Dat de capaciteit die daarvoor is, vooral bij gemeentes en provincies, moet worden uitgebreid. Er is echt een capaciteitsprobleem binnen de steden om laadinfrastructuur aan te leggen. En het uitgangspunt van ons beleid is ook dat je dit alleen maar kunt doen als je het in de regio organiseert. Dus het wordt weliswaar van bovenaf is gezegd, wij gaan het zus en zus en dood doen. Maar in de regio moet het worden uitgevoerd. En ik zal dat even laten zien aan de hand van de volgende sheet. Het land is opgeknipt voor de uitrol van laadinfrastructuur in 6 regio's. Dat zijn, zal ik zeggen, 5 landsdelen en de 4 grote steden. Dus we hebben het noorden, Groningen, Friesland, Drenthe is een regio. Overijssel en Gelderland is een regio. Brabant, Limburg is een regio. Zuid-Holland en Zeeland en Utrecht, Noord-Holland en Flevoland is een regio. En die 4 grote steden liggen natuurlijk en in een regio eigenlijk, maar die hebben toch een apart soort problematiek. Dus die 4 grote steden vormen gezamenlijk ook een regio. En wat er in de afgelopen periode, 2020 is eigenlijk een soort opstartfase geweest voor de aanpak van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Al die regio's, die hebben met elkaar afzonderlijk per regio een overeenkomst gesloten met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar in zij aangeven, hoe gaan wij nu die opgave die er is qua aanleg van laadinfrastructuur, hoe gaan we dat met elkaar organiseren? Wat is ons plan van aanpak? Dat heeft dus geleid tot 6 regionale plannen van aanpak. Die 6 regionale plannen van aanpak zijn beoordeeld door de staatssecretaris, hebben tot wijzigingen geleid, omdat de ene provincie bijvoorbeeld het onderwerp logistiek veel minder interessant vond dan wij dat vinden. Ik heb daarover geadviseerd, over al die regionale plannen van aanpak. En de meeste zijn inmiddels door de gedeputeerde staten in de regio's aangenomen. En daar is nu ook een projectorganisatie ingericht. Voor die projectorganisaties hebben die regio's geld gekregen. Er is ongeveer 15 miljoen ter beschikking gesteld door het Rijk
om die regio's in staat te stellen een projectorganisatie in te richten. Dat is grof gezegd ongeveer 2,5 miljoen per regio. En zij kunnen op basis van hun eigen plan van aanpak, dat is die regionale plannen van aanpak waar Koos net al over had, op basis van die regionale plannen van aanpak kunnen ze ook hun eigen instrumenten kiezen over de manier waarop ze die in hun provincies liggende steden willen ondersteunen in de uitrol van die late infrastructuur. Zo zul je zien dat bijvoorbeeld in Gelderland en Overijssel er laadconsulenten worden ingesteld. Hè. Dat zijn experts die ze hebben ingehuurd. Die gaan naar de gemeentes toe in dit specifieke geval Gelderland en Overijssel. Gaan daar informeren of er beleid is, of ze kunnen helpen, noem maar op. Andere regio's, zoals bijvoorbeeld Zuidwest, Zeeland en Zuid-Holland, kiezen ervoor om een informatieloket in te richten. En hebben dan één type die daar dan weer, zal ik zeggen, zo'n loket gaat bemensen. Dus iedere regio kiest een beetje zijn eigen instrumentarium. We hebben op landelijk niveau een nationaal kennisplatform late infrastructuur, het NKL. Dat is een publieke instelling. En die heeft handreikingen gemaakt om gemeentes te helpen met het formuleren van beleid. Hè? Want elke gemeente moet een beleidsplan maken. Hoe ga ik in mijn gemeente die late infrastructuur uitrollen? Dus daar zijn verschillende handreikingen. Dus er wordt alles aan gedaan vanuit de regio en vanuit zo'n nationaal kenniscentrum late infrastructuur om die regio's te ondersteunen in het formuleren van beleid. En elke regio moet ook, en dat is weer, dit is typisch Nederlands, hè? Wij hebben 6 regio's, maar er zijn geloof ik 32 RES-regio's. Hè? Die regionale energiestrategie, die heeft weer een andere regionale indeling dan wij dat hebben met de nationale agenda late infrastructuur. Ga me niet vragen waarom, dat is nu eenmaal zo. Het is ook vaak belegd bij verschillende gedeputeerden in de provincie, ook bij verschillende wethouders in steden. Dus er zit ook nog een heleboel, zal ik zeggen, poldergedoe gaat hier achter schuil. En ik heb wel eens gezegd, mijn rol als voorzitter van de stuurgroep NAL is aan de ene kant het organiseren van uitvoeringskracht in de regio. Dus plat gezegd, vooruit met de geit. We hebben een enorme opgave, kunnen we een beetje opschieten. En aan de andere kant het oliemannetje dat een beetje verbindt tussen die verschillende opgaves die er zijn, zodat die mensen met elkaar praten en kijken, goh, wat is nou nodig en hoe organiseer je dat op een handige manier. Wat je dan ook nog op dit plaatje ziet staan, kijk even op mijn tijd, ja, ben ik op tijd. Wat je ook nog op dit plaatje ziet staan, er is natuurlijk in sommige gebieden is er een aparte problematiek. En die hoef je niet per regio op te lossen, die kun je ook met elkaar, zal maar zeggen, op nationaal niveau beetpakken en kijken of je een regio daarin kunt helpen. De provincie Zeeland bijvoorbeeld, die zegt, ja, eigenlijk heb ik qua laadinfrastructuur, als ik kijk naar mijn inwoners, niet zo heel veel nodig. Behalve tussen april en oktober, in normale omstandigheden, want dan komen hier vrij veel toeristen en die moeten ook een auto ergens opladen. Wat voor soort van voorziening moet ik nou treffen om dat mogelijk te maken? Datzelfde heb je voor een deel in, zal ik maar zeggen, het landelijk gebied in Noordoost-Groningen of in sommige stukken van Drenthe. Daar moet je dus naar kijken van, hoe organiseer ik dat nou op een handige manier? En een onderwerp wat misschien voor de leden van de VER wat verder weg ligt, maar wel heel erg interessant is en ook heel erg noodzakelijk is, gaat over hoe organiseren we de logistiek. Want op het domein van vrachtvervoer, Daar zijn natuurlijk heel veel private spelers. Daar is een enorme behoefte ook aan verduurzamingen van en bestelbussen, maar ook zware vracht. Dat vraagt enorm veel laadcapaciteit. En op wat voor manier gaan we dat nou organiseren? Dat is een heel ingewikkeld onderwerp, wat eigenlijk in tijd achter ligt op de laadinfrastructuur voor personenauto's, maar waar we nu wel heel nadrukkelijk mee bezig zijn. Als ik dan even kijk op de volgende sheet, hoe we dit met elkaar hebben georganiseerd, dan zie je dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever voor dit gedoetje. Die heeft een stuurgroep NAL met een onafhankelijke voorzitter, dat ben ik. Wij adviseren de staatssecretaris over wat ze zou moeten doen of niet zou moeten doen. En we
bewaken de bevoortgang van, zal ik maar zeggen, dat hele proces van uitrol. En elke regio heeft zo zijn eigen regionale plan van aanpak. En achter die regio's zitten ook de regionale netbeheerders, hè, want die spelen natuurlijk een buitengewoon cruciale rol in de totstandkoming van die laadinfrastructuur. Hebben ook al die samenwerkingsovereenkomsten mede ondertekend. En die proberen die regio's te adviseren, niet alleen maar op het terrein van slim laden, maar ook op het terrein van hoe organiseren we dat nou gezamenlijk met de regionale energiestrategie. Die stuurgroep NAL, dat zie je op de volgende pagina, die wordt ondersteund door inhoudelijke werkgroepen. En straks krijgen jullie een aantal van die werkgroepen voorbij. Hè. Er is er één die gaat over het versnellen van het proces. Hè. Dus als wij nu echt tempo willen maken, wat moeten we dan met elkaar organiseren om tempo te maken? Waar kan het sneller? Dat is een werkgroep. Er is een werkgroep die gaat over slim laden. En slim laden is echt, we maken die elektrische auto onderdeel van het energiesysteem. En wat betekent dat eigenlijk? Er is een werkgroep die gaat over veiligheid. En veiligheid heeft een dimensie die heeft te maken met cybersecurity. Hè? Want er rijdt eigenlijk een soort computer door de stad of door het land. En die kan op elk willekeurig moment gehackt worden, bij wijze van spreken. Dat wil je niet laten gebeuren. Dus het gaat over cybersecurity. Maar het gaat ook over de veiligheid. En we hebben met elkaar afgesproken dat de werkgroep Veiligheid van de NAL, die kijkt niet alleen maar naar de veiligheid van de laadinfrastructuur, maar die kijkt ook naar de veiligheid van de auto, dus ook van de accu. Dan is er een werkgroep logistiek. Die gaat dus over vracht, zware vracht, bestelautootjes, bedrijfswagens en bouwmaterieel. En er is een werkgroep open markt en open protocollen. Dat gaat vooral over de verbinding tussen zal maar zeggen, de auto en de laadpaal en het betalingsding. Hè. Wij zijn het enige land in Europa of in de wereld waar je met één pasje overal kunt betalen. Dat kan helaas buiten de grens nog niet. Daar zijn zal maar zeggen, systemen voor in ontwikkeling en dat doet de werkgroep ook voor protocollen. Elke werkgroep wordt voorgezeten door een trekker. Die, zal maar zeggen, verbinding heeft met het onderwerp. Dus slim laden, dat doet de stichting E-Laad. Veiligheid en cybersecurity doet iemand van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederlands. Versnellen van het proces doet iemand van de provincie. En die mensen, die trekkers van die werkgroepen en ikzelf komen samen in een stuurgroep. Wij vergaderen één keer in de maand. En één keer in de maand vergaderen we met alle ambtelijke trekkers van die 6 regio's erbij. Volgens mij lig ik op tempo, hè? Dan heb ik een plaatje dat jullie buitengewoon boeit, volgens mij. Die werkgroep Open Protocollen, dat is een soort persoonlijke interventie van me geweest. Daar heb ik een onderwerpje aan toegevoegd. En dat onderwerpje heet prijstransparantie. Ik heb samen met Koos, volgens mij, op enig moment, ik denk een jaar geleden, aan een tafel gezeten met de netbeheerders, of tenminste de vereniging E-Violin, hè, al die partijen die iets met prijzen en transparantie te maken hebben, in zich verenigd. En toen was natuurlijk de vraag aan de orde, wat jullie als vereniging eigen elektrische rijders klagen met enige regelmaat en terecht, dat het toch tamelijk ingewikkeld is om te zien wat je moet betalen als je ergens een oplaadsessie doet. Hè, en die partijen die dat moeten leveren, die CPO's, dat schiet niet op. Dus de vraag was, hoe gaan we dit nu eigenlijk organiseren? Ik heb toen voorgesteld dat het Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur een onderzoek zou doen en een implementatieplan zou opstellen om die prijstransparantie vooruit te helpen. Om ervoor te zorgen dat voordat de ACM echt gaat optreden, we hier voortgang in kunnen maken. Dat heeft tot een rapportage geleid. Die door alle partijen is omarmd. Waarin een gemeenschappelijke definitie zitten. Waar hebben we het eigenlijk over als we het over prijstransparantie hebben? Waarin we hebben afgesproken dat er een klachtenloket komt die door het NKL samen met jullie vereniging wordt ingericht. En dat we een soort nulmeting doen om ook echt te kunnen controleren. Gaan wij met elkaar voortgang maken op dit onderwerp? De ACM heeft inmiddels vastgesteld dat zij over het onderwerp prijstransparantie, dat in het komend jaar tot, zal ik zeggen, een van de speerpunten van hun beleid gaan maken. En als de ACM ergens een speerpunt van gaat maken, dan gaat het daarna altijd leiden tot gedoe.
vaak terecht. En eigenlijk willen wij dat met elkaar in onze sector voor zijn. Dus we willen extra druk op dat proces leggen om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk met elkaar goede afspraken, volgbare afspraken kunnen maken, dat die prijs op een zichtbare en duidelijke manier voor iemand traceerbaar is. Ook hoeveel die moet betalen, noem maar op. Daar zijn nu afspraken over gemaakt. En die maken onderdeel uit van die werkgroep open protocollen. Nou, mevrouw, volgens mij is dit mijn presentatie. Nou, mooi. Oh, ik heb er nog één. Excuus. Ik heb er nog één. Deze uitdagende komende periode. Ja, kijk, als ik nou voor me kijk, hè, dan denk ik, wat gaat ons nu de komende periode echt bezighouden? Kijk, wat ingewikkeld is, is die kennisuitwisseling tussen die verschillende werkgroepen. En wat ook ingewikkeld is, we hebben 6 regio's, dat zei ik natuurlijk, hè, maar die 6 regio's hebben ook weer heel veel met elkaar te maken. En ik merk elke keer opnieuw dat het toch die partijen met elkaar, zal maar zeggen, in verbinding hebben, zodat wat je links leert ook rechts toegepast kan worden, dat gaat niet vanzelf. Dus dat moet je de hele tijd faciliteren. En ook dat de externe stakeholders, dus al die partijen die hier omheen zweven en er iets van vinden en daarmee bij betrokken zijn, dat die ook hun inbreng in dat proces kunnen hebben. Morgen hebben we toevallig door de RVO georganiseerd een webinar over de NAL, specifiek voor de stakeholders, hè, waarin al die stakeholders ook hun zegje kunnen doen. Dus dat is belangrijk. Er moet veel meer nog gecommuniceerd worden over elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Dat gaat beter. Hè. Kijk vooral op de agenda laadinfrastructuur.nl, want daar kun je ook alle feiten en cijfers zien. Hè. Dan kun je ook volgen hoeveel laadinfrastructuur in jouw situatie staat. Dus sterker nog, je kunt ook nog doorklikken en je komt ergens bij je stad uit. Dus dat moet echt versterkt worden. En ik vind het belangrijkste eigenlijk wel die uitvoeringskracht. Ik vind dat regio's en steden een terecht punt hebben als ze zeggen, wij hebben capaciteiten weinig. Het is altijd medewerkers binnen een stad of een provincie die nog 86 andere dingen te doen heeft en eigenlijk onvoldoende capaciteit heeft om dit, zal ik maar zeggen, in zijn eentje of met z'n tweeën te doen. Ik vind het soms enorm zonde dat dat wiel dan in 6 regio's 6 keer opnieuw wordt uitgevonden. Voor de consultancy onder ons, die mogelijk ook lid zijn van jullie vereniging, is dat buitengewoon een goed verdienmodel. Maar ik weet niet zeker of dat nou de bedoeling is. En het organiseren van logistiek. Hè? Ik woon in Den Haag, ik zit altijd 2 hoog voor en ik zie de hele dag van die busjes door mijn straat heen rijden. Eén, kunnen we dat efficiënter? En 2... wat is nou nodig om die mensen te verleiden om daarin elektrisch te gaan rijden? Hè? Dat is nog wel een opgave. En als dat allemaal tegelijkertijd gebeurt, dan gaan we het net weer overbelasten. Dus dat vraagt ook weer om investeringen in het net. En dat zijn tempo maken, communiceren, uitvoeringskracht organiseren en logistiek. Dat zijn de thema's voor de komende periode. Nou, mevrouw, dat was het. Nou, dankjewel Bert. Helemaal compleet. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is. Ik heb in de tussentijd wel nog wat vraagjes in de chat gekregen. En ik vind eentje toch wel belangrijk om even te behandelen. En dat is een vraag van Rens. En dat gaat over de parkeerplaatsen waar een laadpaal geïnstalleerd is. Daar mogen op dit moment brandstofvoertuigen niet parkeren. Hoe gaan we er eigenlijk voor zorgen dat er een balans is, zodat er ook genoeg reguliere parkeerplaatsen beschikbaar zijn? Voor niet elektrische auto's, ja. Denk ik. Ja, dat probleem dat gaat zich vanzelf oplossen. Is mijn korte antwoord. Want die niet-elektrische auto's die verdampen vanzelf, zou ik maar zeggen. Dus dit is een tijdelijke hobbel. Daar moeten we even overheen. En je zult zien dat de druk op gemeentes om daar ook echt beleid op te gaan voeren, dat die wordt groter. Dus deze vraag is volstrekt terecht. Ik wil hem niet cynisch behandelen. Maar wat je ziet dat in de afgelopen periode is gebeurd, op druk vanuit de elektrische rijder, want er moet ergens een paal zijn en daar moet een auto bij kunnen staan om op te laden. Straks gaan we met dynamische prijzen beprijzen van die laadsessies ervoor zorgen dat die bereider ook een incentive krijgt om die auto weg te halen als die opgeladen is. Hè. Dat is mijn ergernis in deze straat, zou ik maar zeggen.
Er zijn een paar van die types waarvan ik niet precies weet waar ze wonen, maar die er wel, zal ik zeggen, 72 uur aan die paal vastgekleed. Dat gaan we oplossen. Mm-hmm. Daar wordt steeds meer ruimte voor gevraagd om die auto's op te laden. Je zult zien dat we in de komende periode een verschuiving krijgen van dit soort losse plekken naar laadpleinen, die ook redelijk in de buurt zijn, waardoor de druk uit de wijk verdwijnt en er dus ook meer ruimte komt voor elektrische, voor de benzine- en dieselauto's. En omdat wij elektrische auto's krijgen met een veel groter bereik, hè, qua kilometerbereik wat je kunt rijden, is de druk om hem bij je in de buurt op zo'n plaats te zetten waar je kunt opladen, zal ook minder worden. Dus er zitten verschillende incentives in het systeem die gaat maken dat er vanzelf ook weer ruimte komt voor benzineauto's. Oké, duidelijk. Dankjewel, Bert. Dan heb ik nog een interessante vraag en dat gaat over netcapaciteit. Als we even kijken naar die netcapaciteit en eventueel de toevoeging van V2X, V2G. Hoe zie jij dat vanuit NOL? Nou ja, het gaat op enig moment knellen natuurlijk, hè? Dat is onvermijdelijk. Dat kun je een tijdje tegengaan, of tenminste je kunt het een tijdje accommoderen door ervoor te zorgen met behulp van prijsprikkels die we hebben om ons te verleiden, zou ik maar zeggen, om niet allemaal om 5 uur of om 7 uur of om 9 uur te gaan laden. Hè? Dus dan ga je naar je eigen dalmoment. Ik hoef morgen niet om 9 uur de deur uit. Dus het maakt mij eigenlijk niet uit. Hè? Dus dan ga je dat een beetje, dan ga je langs die lijnen ga je laden. Maar als daar die vrachtauto's, die bestelbus en noem maar op bij komen, dan gaan we op enig moment dat net toch moeten verzwaren. En het is vooral de vraag, waar moet dat? Op welk moment moet dat? En hoe doen we dat? En waar ik wel zorgen over heb, is dat vooral voor de logistieke sector, hè, dat is niet in de stad, maar dat is bijvoorbeeld op hubs langs de snelwegen. Langs de A16 gaat nu zo'n hub komen waar je ook echt duurzaam kunt tanken, dus waterstof en van alles en nog wat. Hè. Daar moeten dikke kabels heen. En als we dat niet goed organiseren, dan zegt zo dadelijk de netbeheerder, nou ja, dan moet ik eerst zo'n nieuwe middenspanningsring gaan aanleggen. Dat kost 5 jaar. Dus u bent over 6 jaar bent u de eerste. Hè? Dus, en daar moet je afspraken over maken. Ergens in de komende periode, dat is mijn laatste zin, dan gaan die zere emissiezones rond steden gaan ingevoerd worden. Hè? Daar worden ergens in de komende periode afspraken over gemaakt. En als je nou een bedrijf bent en je hebt vandaag nog net een aanvraag ingediend voor laadvoorziening. En de netbeheerder kijkt naar het net en zegt, nou, dat past nog binnen het net. Hè? Dan krijg je, komen ze bij je langs volgende week, bij wijze van spreken, om aan te leggen. Als je een dag later bent en die netbeheerder zegt, ja, nou is mijn net vol. Dan moet ik dus eerst een middenspanningsring gaan aanleggen. Dan bent u over 5 jaar bent u aan de beurt. Hè? Dus kunnen wij het met elkaar organiseren dat we een beetje zicht krijgen op de ontwikkeling van die logistieke markt. Zodat we de voorzieningen die nodig zijn om dat net aan te passen aan de behoeften die we met z'n allen hebben, over de tijd een beetje fatsoenlijk kunnen uitsmeren. En dat vraagt veel, want netbeheerders zijn gereguleerde takken van sport. Die mogen eigenlijk haast niks. En ze vallen onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En dat moet een beetje fatsoenlijk hierover samenwerken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over hoe dat moet. Dat is best nog een opgave. Dus dit is best een zorg. Ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval bedankt voor de vraagstellers. Er zijn nog wat vragen tussendoor gesteld. Die gaan we straks nog even in behandeling nemen en anders aan het einde. Bert, ik wil je hartelijk bedanken voor jouw uitleg en jouw verdere toelichting. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is. Blijf nog even hangen. Misschien hebben we straks nog een vraag voor je. Ja hoor. Dankjewel. Ja, dan ga ik nu over naar Maarten. Maarten van Biezen. Dankjewel Marina, dankjewel Bert, de grote leider van het poldergedoe, zoals je het zelf noemt. Zelf zat ik een beetje aan de kant van het klimaatakkoord en de onderhandeling over de autobelastingen namens de VER. Dat was een hele kluif. En dat is eigenlijk ook de vraag die nu hier een beetje voor ligt. Want waarom willen we nou als VER betrokken zijn bij zo'n enorme polderagenda? Waarom willen we daar hard in mee gaan polderen?
Nou, een klein aftrapje van mijn kant. Dit is één grote verschillende belangen. En die elektrische rijder heeft wel een heel eigen belang. We hebben dat al meermaals ook onderzocht. We krijgen ook heel veel vragen binnen van elektrische rijders. En die gaan voor een heel groot deel wel over laadinfrastructuur. Dat het niet snel genoeg wordt aangelegd of helemaal geen beleid is van allerlei soorten. Vragen ook of het net dat wel aan kan en waar vervolgens dan op in wordt gegrepen, gekeken wordt van nou, misschien kunnen we die elektrische rijders misschien wat minder veel stroom geven, dan houdt het misschien wat beter. Niet helemaal vanuit het belang van de elektrische rijder bekeken. We zien nou in de regio zien we allemaal plannen ontstaan. Plannen waarvan we weten dat in sommige gemeentes helemaal geen beleid is. En juist in al deze gevallen kunnen die elektrische rijders wel degelijk ook iets betekenen. Vandaar dat we hebben besloten in twee nationale werkgroepen ook echt deel te nemen. Met Marina en met Robert, die gaan er zo meteen ook iets over zeggen. En dat we voor het eerst nu in Oost-Nederland zijn gestart, of we ook met die regionale uitrol misschien onze kennis en kunde zouden kunnen inbrengen. En daar gaan zo meteen ook iets over worden verteld. We zijn een beetje op zoek naar hoe wij zo'n vrijwilligersnetwerk kunnen opbouwen. Want we zien in de kern, zien we onze vereniging als een netwerk van allemaal hele kundige mensen. En vooral een heel groot netwerk dat we vooral als een heel groot vrijwilligersnetwerk willen gaan inzetten. Daar zijn we nu ook aan het kijken om daar professionele sturing aan te geven. Daar gaan we voor het eerst ook iemand voor inhuren als ver om ons daarbij te gaan helpen. Ik zie dit dus echt als een eerste stap om dat een beetje gezamenlijk te laten zien wat we doen en wat we kunnen doen. En ik wilde besluiten met nog te zeggen, wij weten behoorlijk veel van elektrische rijders. Niet alleen omdat we dat zelf zijn, maar ook omdat we dat echt onderzoeken. We hebben een groot onderzoek nu net afgerond over de elektrische rijder en zijn auto. We hebben een heel groot onderzoek dat we nu weer mee gestart zijn. Dat doen we jaarlijks, het Nationale Laadonderzoek. En daarmee komt enorm veel kennis en informatie over die elektrische rijder naar voren. Die wij ook in al deze gesprekken ook kunnen en willen inzetten. Dus we willen die lokale discussies en die lokale vrijwilligers ook koppelen aan de nationale kennis die wij op kunnen bouwen. Dat is wat wij te bieden hebben. En dan wil ik maar gewoon gelijk het woord geven aan Marina om vanuit de werkgroep versnelling, want daar moet een hele hoop versnelling uit voortkomen, om te kijken hoe het daarvoor staat en wat we daarin doen. Klopt, dankjewel Maarten. Dankjewel voor jouw toelichting. Nog even kort voor de regio's, neem dit ook even mee. Zoals die zijn toegelicht. De regio Groen, daar hebben we inmiddels wel al vrijwilligers, maar meerdere vrijwilligers zijn daar ook voor natuurlijk bij welkom. En de blauwe, daar zijn we ook echt op zoek naar om die andere regio's in ieder geval te kunnen gaan bezetten. Even kort, Marina van Elvoort, een van de bestuursleden van VER, maar ook verantwoordelijk voor de Nationale EV Helpdesk. Dat is de plek waar iedereen zijn of al haar vragen kan stellen als het gaat over elektrisch rijden. En als ik kijk naar de werkgroep waar ik in zit, versnelling laadinfrastructuur, is het eigenlijk wel een heel belangrijke om mee te nemen welke vraagstukken er nu zijn vanuit die elektrische rijders. Ik heb hier ook even een kort overzicht waarin jullie kunnen zien wat het totaal aantal vragen die we dan binnenkrijgen, welk percentage daar nou van over laadinfrastructuur gaat. En het gaat dus over alle soorten vraagstukken, van een laadpunt thuis, publieke laadinfrastructuur, maar ook over de tarieven bijvoorbeeld, of eventueel het laden in het buitenland. Nou, van al die vraagstukken die we binnenkrijgen, kunnen we natuurlijk ook wel goed samenvatten, oké, vanuit welke standpunten kunnen wij in ieder geval deze werkgroep ingaan. De snelheid van een plaatsing van een laadpunt is hartstikke belangrijk. Op het moment dat iemand natuurlijk elektrisch wilt gaan rijden, dan wil je natuurlijk dat die laadpaal daar dan ook op een redelijke termijn wordt geplaatst. Daar krijgen wij natuurlijk ook regelmatig vragen over, van hoe lang duurt nou dat plaatsen. Plus daarnaast ook, als gemeentes geen beleid hebben of wellicht niet mee wensen te werken, dan kan men daarvoor de Vereniging Elektrische Rijders inschakelen. En dan gaan wij ook graag het gesprek aan met die desbetreffende gemeente om ervoor te zorgen dat die laadpaal er dus ook daadwerkelijk gaat komen. Maar daarin is de snelheid heel erg belangrijk. Nou, wat wij ook heel belangrijk vinden is dat het duidelijk is waar je een publiek laadpunt zou kunnen aanvragen. En dat zou kunnen door middel van een duidelijk verwijs of een aanvraagportaal. En dat is iets waar wij in ieder geval heel erg voor pleiten. Om ervoor te zorgen dus dat er één punt is, één vertrekpunt, om ervoor te zorgen dat die EV-rijder zo snel mogelijk zijn of haar aanvraag ook daadwerkelijk kan gaan doen.
Het blijkt ook uit, Maarten vertelde net al, diverse onderzoeken die wij doen. We hebben onlangs ook een onderzoek gedaan binnen de autobranche. En vanuit daar is ook echt wel duidelijk naar voren gekomen dat niet echt bekend is hoe dat nou werkt met zo'n publiek laadpunt en waar je dat dus kan aanvragen. Dus vandaar ook een duidelijk verwijs of een portaal waar je die aanvraag dus zou kunnen doen. Daarnaast willen we natuurlijk ook wel inzicht hebben van, oké, wat is nou die doorlooptijd? Is dat een aantal maanden of is dat zelfs langer? En hoe eigenlijk tot wanneer die plaatsing daadwerkelijk plaatsvindt binnen die gemeente voor die EV-rijder? En het zou mooi zijn als je dat gewoon heel duidelijk in kaart kan brengen per regio of dan wel ook zeer lokaal of wel zelfs per gemeente. En dat inzicht is dus heel erg belangrijk. En zoals net al genoemd, we krijgen best wel veel vraagstukken binnen bij de Nationale Even Helpdesk. En die vraagstukken kunnen ook gaan over het niet plaatsen van een publiek laadpunt. Of dan wel het wel of niet toestaan van een laadkabel over de stoep. We hebben al tal van creatieve ideeën voorbij zien komen. Zelfs ook via het raam naar buiten toe met kabels. Kabels over de straat. De ene gemeente tolereert het wel, de andere natuurlijk weer niet. Dus daar, ook daar krijgen we vraagstukken op binnen. En we vinden het belangrijk dat ook voor de toekomstige EV-rijder, maar ook voor de huidige EV-rijder, bekend is waar die terecht kan met dit soort vragen. En daarvan zeggen we, zorg er nou voor dat er één plek is en dat die ook helder gecommuniceerd gaat worden. Een ander standpunt waar wij natuurlijk vanuit VER ook heel erg in staan is duidelijkheid over plaatsing binnen VVE's. In het kader van onder andere het onderwerp brandveiligheid, maar ook in het kader van regels, afrekeningen als het gaat over de stroom, is het ook belangrijk om duidelijk in kaart te hebben en ook eventueel desbetreffende VVE's een handreiking te bieden. Oké, dit is wat je zou kunnen doen. Dus echt die duidelijkheid is daarin heel erg belangrijk, de plaatsing van de laadpalen binnen de VVE's. En als we het hebben over die versnelling, wat ik sterk merk nu is door de verschillende partijen die in die werkgroep zitten, is dat de snelheid, en dan kom ik het wel leuk in het kader van die versnelling laat even, dat ik me soms een beetje zorgen maak over de snelheid waarop onder andere deze punten ook worden opgepakt en ook daadwerkelijk worden doorgepakt. En als ook vanuit de leden die hier natuurlijk allemaal bij aanwezig zijn, als daar vragen over zijn of opmerkingen of eventueel zelfs aanvullingen, dan hoor ik die uiteraard heel erg graag. Tot zover. Ik zie in de tussentijd dat Bert al wat antwoorden heeft gegeven. Dankjewel Bert aan de mensen die wat vragen gesteld hebben. Dankjewel. Tot zover. Dan ga ik het woord geven aan Robert van Gent. Robert, goeie avond. Dankjewel Marina. De werkgroep Smart Charging van de NAL. De werkgroep Smart Charging of Slim Laden, waar gaat die over? Tot nu toe zijn er heel veel pilotprojecten geweest natuurlijk, omtrent Smart Charging. Bekende zijn FlexPower in Amsterdam, we hebben WeDrive Solar in Utrecht, die bidirectionele laadpalen neerzet. We hebben veel meer van dat soort pilots en de werkgroep Smart Charging die beoogt eigenlijk om slim laden en de standaard te maken. Dat het eigenlijk op grotere schaal geïmplementeerd kan worden in plaats van de pilotprojecten die er tot nu toe steeds zijn geweest. En die ook meestal regionaal gebonden zijn geweest. Dus of in beperkte zicht tot Amsterdam of tot in andere regio's. Dat is voor elektrische rijders natuurlijk niet handig. Het is niet handig dat als je vanuit de provincie naar Amsterdam gaat, dat je dan daar weer opeens geconfronteerd wordt met tussen 6 en 9 uur misschien maar 7 ampère in plaats van 16 ampère of een lager vermogen. Dat moet veel meer gestandardiseerd worden en op een grotere schaal uitgerold kunnen worden. Want iedereen is op dit moment het wiel opnieuw aan het uitvinden. Nou, het is een vrij drukke groep, vrij actieve groep. We zijn het afgelopen jaar ongeveer eens per maand bij elkaar gekomen. Meestal virtueel in de zomer één keer. En er staan nu nog bijeenkomsten gepland tot en met maart. Deze groep wordt getrokken door ELAAT. Er zitten verder vertegenwoordigers in van E-File in, de RAI van energiebedrijven, zoals Energie in Nederland, de NVDE, de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. De netbeheerders zitten erin. Van de G4 en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En van de gebruikers, wij als VER zitten erin. En daarnaast nog de ANWB en ook Transport en Logistiek Nederland.
Nou, wat levert die groep op? Ten eerste is een inventarisatie gedaan van al die pilotprojecten die gedaan zijn. En wat de resultaten daarvan zijn. En nou, die pilots die zijn vaak met een bepaald doel geweest. Slim laden bijvoorbeeld om te voorkomen dat het lokale netwerk overbelast wordt. Maar er zijn ook pilots om te sturen op het optimaal gebruik van duurzame elektriciteit. Er zijn pilots op die sturen op minimaliseren van prijs bijvoorbeeld. En om meteen maar te laten zien waarom het belangrijk is dat wij erbij zitten. Want na afloop van die inventarisatie wilde ik bijvoorbeeld weten van wat is nou, is er nou uit te halen wat voor de gebruiker wel en niet werkt. Wat is nou, waar haakt de gebruiker op af? Of wat werkt wel voor hem? Nou, dat viel er nog niet uit te halen, want dat was simpelweg niet op gemeten of niet naar gevraagd. Wat vinden wij als VER? Wat zijn onze standpunten die wij daarin brengen? In eerste plaats, informatie en communicatie is heel belangrijk. Als slim laden op een veel grotere schaal wordt uitgerold, dan is het belangrijk dat je als gebruiker, als elektrische rijder, weet waar je aan toe bent. En dat gaat dan niet alleen om informatie tijdens zo'n laadsessie, dat je kan zien hoe snel je aan het laden bent, maar ook van tevoren wil je dat al weten. Want als jij van Limburg naar Groningen gaat en je plant om 3 uur lang daar te laden, zodat je weer terug kan rijden en je wordt geconfronteerd onverwacht met een laadpunt wat veel minder levert, dan wil je dat graag van tevoren weten. Met andere woorden, in apps bijvoorbeeld is het ook belangrijk dat je dat er niet zomaar het maximum vermogen staat van een laadpaal, zoals nu vaak het geval is. Maar je moet weten wat voor een vermogen je minimaal krijgt. Dus naast prijstransparantie wordt ook vermogenstransparantie een belangrijk issue. Volgende punt, Marina. Nou, een tweede punt is dat wij zijn wel de klant. Wij moeten wel een keuzemogelijkheid hebben. Als wij niet onze stem laten horen in deze fase, dan heb je het risico dat we geconfronteerd worden met dat netbeheerders daar een grote vinger in de pap hebben en dat we dat het vermogen maar voor je geregeld wordt. Elektrische rijden moet altijd een keuzemogelijkheid hebben. Dat wil zeggen een opt-out of een opt-in. En hoe dat vormgegeven wordt, daar kom ik straks nog eventjes op terug. Derde punt, Marina. Het is ook zo dat als dat op grotere schaal wordt uitgerold, daar zit nog wel wat complexiteit in. En complexiteit is meestal, kost meestal geld. En we moeten ervoor waken dat dat niet leidt tot prijsverhogingen. Als het goed is, leidt het juist tot lagere prijzen natuurlijk. Nou, nog verder over wat die werkgroep doet. Er is ook een update van een Dutch Smart Charging Requirements. Dat is een document wat met een behoorlijk wat technische eisen aan die laadinfrastructuur wordt gesteld. Dat is een vrij technisch aspect erin. Een tweede is dat er een model is gemaakt, een sturingsmodel van hoe het hele laadproces werkt en welke partijen er allemaal op enig moment in zo'n laadsessie zouden kunnen of willen ingrijpen. En dat is natuurlijk ook die elektrische rijder en dat kan conflicteren met andere partijen die daar op in zouden willen grijpen. Je kan je voorstellen dat als we alleen de rijder even buiten beschouwing laten, het optimaliseren van gebruik van duurzame stroom, dat botst bijvoorbeeld met netbeheerders die een probleem hebben met het vermogen en de capaciteit in de wijk op peil te houden. En een last but not least, een heel belangrijk punt, er is een contouren van een organisatie voor smart charging voor de toekomst ontwikkeld, om dat slim laden op grotere schaal uit te rollen en dan een standaard te maken. Nou, daar zitten behoorlijk wat ingrijpende zaken in. Een idee is bijvoorbeeld dat er een aparte smart charging provider komt. Dus dat jij niet meer het slim laden regelt, dat dat niet meer geografisch gebonden is. Maar dat je de mogelijkheid krijgt om als elektrisch rijder 1 keer een contract af te sluiten met een smart charging provider. Dat kan ook jouw je service provider zijn waar je nu je pashal afneemt. Maar dat je in 1 keer daar mee overeenkomt hoe jij wil omgaan met slim laden. Wil jij
maximaal profiteren van duurzame stroom? Wil jij een budgetcontract, met andere woorden, dat je altijd laat als de prijs het laagst is? Of wil je gewoon eigenlijk nooit meedoen met slim laden? Nou, dat is een redelijk ingrijpend voorstel. Daar zitten meer haken en ogen aan. En ik wil daar graag met andere elektrische rijders over sparren. We zijn op dit moment zijn we in die werkgroep bezig feedback te verzamelen van de achterban. En in een aparte sessie met, ik denk aan tussen de 5 en 10 elektrische rijders, moeten we daar een feedback over geven. Het e-mailadres staat er onderaan. Dat wordt ook na de sessie nog eventjes rondgestuurd. Ben je geïnteresseerd om daarover mee te praten en mee te denken? Meld je dan aan en dan reageer ik op korte termijn. Oké. Okay, dan geef ik weer door aan de volgende. Ja, dankjewel Robert. Dankjewel voor je duidelijke uitleg. Wat wel even belangrijk is, en ik zie dat Frans hier nog een reactie heeft gegeven in de chat. In laadsnelheid speelt de staat van de batterij ook een belangrijke rol. Hoe is de fabrikant daarbij betrokken? Merk je dat in die werkgroep? Nou, in dit geval gaat het met name om de AC-laadpalen. Dus zeg maar ook heel erg de publieke laadpalen. Dat is een belangrijk aspect erin natuurlijk. Maar zo'n standaard beoogt wel om het ook op andere plekken te toepasbaar te maken. Maar je temperatuur speelt over het algemeen een belangrijke rol met snel laden. Mm-hmm. En slim laden is niet zozeer van toepassing op snel laders. Want daar wil je over het algemeen zo snel mogelijk weer weg zijn. Zo snel mogelijk weer weg. Oké, duidelijk. Oké, super. Dankjewel, Robert. Ja, dan ga ik door naar de volgende. En dat zijn er twee heren. Wim Gerritsen en Alexander Rakau. Ik ga het woord eerst geven aan Alexander. En als Marina? Ja, kan jij. Hoor ik jou. Mooi. Helemaal goed. Ik woon in Putten op de Veluwe en dat is natuurlijk toch een omgeving die behoort tot de provincie Gelderland. En de provincie Gelderland en de provincie Overijssel, die hebben samen in feite de GO-RAL gecreëerd. Daar willen wij dan in feite de rol voor bijdragen om te kijken van wat wij kunnen doen om de gemeenten zover te krijgen dat we het ook werkelijk gaan concretiseren, dat we er ook werkelijk voor zorgen dat het gerealiseerd gaat worden. En Wim heeft daar in het verleden al een heleboel ervaring mee opgedaan. En wij zijn zelf ook elektrische rijders. En we denken dat we dus ook namens de vereniging van ervaren rijders te gaan functioneren. Een belangrijk punt om bij gemeenten ook soms echt naar voren toe te brengen. En dat we daar ook andere mensen voor nodig hebben. Ik wil me in ieder geval inzetten voor goede laadinfrastructuur. En dat die ook eerlijk verdeeld is over waar we het eigenlijk allemaal nodig hebben. Wim, kan jij een paar voorbeelden noemen van waar jij ondertussen al mee bezig bent geweest? Ja, goed, jij gaf al even aan, Alexander, dat ik in het verleden er ook al mee bezig ben geweest. Ik ben sinds oktober met pensioen. Maar daarvoor ben ik de laatste jaren, ik heb 40 jaar bij de provincie Overijssel gewerkt. En de laatste jaren was dat met name rondom, was ik projectleider voor de laadinfra. Dus als gezamenlijke provincies hebben wij een paar jaar geleden een aanbesteding gedaan en een concessie gemaakt voor 250 laadpalen in de publieke ruimte. Nou, daarvan zijn er nu ruim 1000 gerealiseerd en waarschijnlijk wordt het nog een keer verlengd met een jaar, die concessie. En waar nu ook alweer over nagedacht wordt door dus mijn oud-collega's, en dat zijn dus nu dus de projectleiders daar volop mee bezig, is van hoe gaat dat nu verder? En die hebben dus, dat staat ook bij, die hebben de regionale aanpak, is eind 2020 in november, eind november, door beide colleges vastgesteld. Ik heb het stuk hier voor me. Dat is ruim 30 pagina's waarin wordt gezegd, nou, wat willen we allemaal bereiken? Hoe gaan we ervoor zorgen wat vanuit de NAL bedacht is en vanuit het klimaatakkoord is aangegeven? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat zo snel mogelijk kunnen realiseren? En daar is dus ook geld voor beschikbaar gesteld. Betty gaf dat aan. En we hebben inmiddels dan ook, en dat is het volgende punt, Marina. We hebben vanuit in de provincies Gelderland en Overijssel zijn inmiddels 8 laadconsulenten actief. Die dus proberen alle gemeenten in Overijssel en Gelderland te benaderen. En ervoor te zorgen dat er dus dit jaar door elke gemeente laadvisie komt. Voor al die stroom en voor al die elektrische voertuigen die Bert genoemd heeft. En dat er ook plaatsingsbeleid komt. Nou, en dat is natuurlijk wel weer een grote vraag. Van de ene
gemeente die zegt, die wat oudere kern heeft, die wil bijvoorbeeld geen enkele laadpaal in de binnenstad van de oude kern hebben. Anderen zeggen van nou, wij willen vooral laadpleinen hebben. We hebben in de concessie afgesproken dat de deelnemende gemeente, dat zijn er ruim 40, dat die ervoor zorgen dat wanneer er een particulier is die niet op eigen terrein kan laden, dat daar dan een laadpaal op maximaal 250 meter loopafstand is. Nou, dat soort zaken, daar kun je dus eigenlijk als ver ook op gaan inspelen. Van nou, hoe kijken we daar tegenaan? Hoe zorgt ervoor dat ook binnen al die gemeenten beleid gerealiseerd gaat worden? En want je bent dus inderdaad die belangenbehartiger. En ik wou ook nog wel even noemen, want een gemeente, en ik probeer het wel een beetje op te nemen voor de gemeente, want die proberen best wel om snel ook dingen gerealiseerd te krijgen. Maar die zijn ook afhankelijk van die charge point operator, de CPO, die dat moet gaan realiseren. En die is weer afhankelijk van, heeft de gemeente een aantal besluiten genomen, dat er inderdaad een laadplek wordt aangewezen. En heeft de gemeente, en dan is dan de andere belangrijke partner, kan er ook door het energiebedrijf, de netbeheerder, kan hij er ook voor zorgen dat er ook die laadpaal ook daadwerkelijk geplaatst wordt. Nee, want dat merken we steeds meer, dat doordat er steeds meer elektrisch gereden wordt, doordat er steeds meer ook overgegaan wordt van gas naar elektriciteit om te verwarmen en om te koken, dat je dus ziet gewoon dat de energiebehoefte, dat die erg belangrijk wordt. En ja, daar moet je gewoon toch ook wel, daar moet je ook op gaan drukken. Daar moet je ook belangen van die elektrische rijder in acht nemen. En ja, dat proberen we dus als op dit moment wij met ons tweeën, hè, maar we proberen dus ook meer mensen erbij te krijgen, die gewoon mee willen denken van hoe gaat dat binnen onze gemeente, hoe werkt dat, houden ze voldoende rekening met wat er ook afgesproken wordt in die regionale energiestrategie. Ja, die noemde Bert ook al even, nou, daar is nu al beleid geformuleerd voor. Hoe gaat dat? Hoe moet dat gaan gebeuren? Wanneer kunnen inderdaad moeten kabels gelegd gaan worden? Nou, maar auto's, dat zijn dus ook een beetje rijdende accu's. Dus dat belang, dat is dan die laadinfra thuis en dat vooral ook dat slimladen. Dat kan ook steeds meer in beeld komen. Want ik zeg elke keer, mijn elektrische auto, dat moet straks gewoon een verdienmodel worden. Die kan met mijn zonnepanelen kan die geladen worden. En dan kan ik weer stroom geven wanneer het nodig is. Tussen 5 en 9 s'avonds. En dan kan die s'nachts weer opgeladen worden met goedkope stroom vanuit de windparken. Dat soort zaken. Daar moeten we als ver ook onze belangen bundelen. En dat proberen door te geven. Ja, en daarmee probeer jij eigenlijk ook aan te geven dat wij in staat willen zijn om gemeenten een zetje te geven. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat we niet zozeer meer in oude termen het oliemannetje zijn, maar in nieuwe termen misschien wel de flying electrons. Om gewoon het zetje te geven wat nodig is. Vanavond werd al een keer de term eventjes zo genoemd van nou, de knuppel in het hoenderhok moet misschien dan ook gegooid kunnen worden. Voor die gemeente die er uiteindelijk niet zelf toe komt. Dat kunnen we niet alleen en dat kunnen we niet met z'n tweetjes. We kunnen niet het hele land bemannen. Dus we hebben daar ook nog een hoeveelheid andere vrijwilligers voor nodig. Je hoeft niet zo heel erg veel tijd ervoor in te steken. Je moet het wel vooral willen. Je hoeft er niet zo heel erg veel verstand van te hebben. Maar je moet het vooral willen. Nou, ik denk dat dat de belangrijkste punten zijn om in zo'n rol als dit een soort kennismakelaar te kunnen zijn tussen aan de ene kant de gebruikers en aan de andere kant gemeenten die het een en ander zouden moeten willen ook eigenlijk. En laten we wel wezen, 500 laadpalen per dag, dat is er eigenlijk maar net iets meer dan één per gemeente. Dat moet toch uiteindelijk kunnen. Laten we daar ons voor inzetten. Mooi, Alexander. Goed gezegd. Ja, dankjewel. Wim ook, dankjewel. Voor degene die, ik zie mensen in de chat wat vragen stellen, even belangrijk, als je iets tegen de gehele groep wil zeggen, dan moet je hem even op to panelist en attendee zetten, dus beide. Anders komen ze alleen bij de panelist binnen. Dus dat is voor de, ik zie een aantal mensen die wat berichten hebben gestuurd. Wim en Alexander, jullie zijn natuurlijk enorm enthousiast. Jullie zijn ook ervaren EV-rijders, goed om te horen. Fijn dat jullie dit ook zo hebben kunnen verwoorden. Even qua tijd, hè. De ene keer ben je een uurtje bezig, de andere keer wat meer. Hoe zien jullie dat zelf? Nou, in mijn geval zie ik het voornamelijk zo dat je aan de ene kant probeert te volgen wat gebeurt er in zo'n
omgeving, in een regio, in een gebied. Mm-hmm. Wat wordt er gepubliceerd? Dus dat probeer ik zeg maar bij te houden. Aan de andere kant, ik heb nu een aantal malen van de rechtsbijeenkomsten bijvoorbeeld bijgewoond. Dan is het belangrijk om daar gewoon de term laadinfrastructuur en laden ook te laten vallen. Ik vind dat het beperkt moet kunnen blijven tot 4 uur per week. En ja, als het meer moet gaan worden, dan denk ik, dan moeten er ook gewoon meer mensen bij komen. Want het is er toch van belang. Ja. Ja, dat geldt ook voor mij. Ik ben ook lid van een lokale energiecoöperatie. Ik woon in de gemeente Hattem. En dus in dat kader volg je ook de algemene energieproblematiek. En ja, je ligt natuurlijk ook aan waar je interesse ligt. En ja, je ziet gewoon die hele energietransitie en het hele klimaatakkoord. Dat heeft wel mijn interesse. Dus dan is het ook geen opgave of zo. Het is gewoon, ja. dit gewoon een beetje met plezier doet. Oké, nou mooi, dankjewel. Super. Dan kom ik weer terug bij die regio's. En jullie hebben dit plaatje daarnet ook even gezien. Wat je in die regio's ziet, is dat wij nu in de regio Oost dan 2 vrijwilligers al hebben. Maar we zijn wel naast op zoek naar bemanning in de andere regio's. En daar zijn we echt op zoek naar die vrijwilligers. Jullie kunnen je eventueel aanmelden. Ik zal zo meteen komende mailadressen ook nog even in beeld. Maar we hebben ook nog best wel wat ruimte in deze sessie vrijgehouden om echt even specifieke vragen te stellen. Nu heb ik in de tussentijd voor zover de vragen een beetje bijgehouden. En ik ga gewoon eventjes kort langs. Koos, ik krijg een interessante vraag van Gert. Gerrit. En die vraagt, door wie wordt de Vereniging Elektrische Rijders eigenlijk betaald? Die vraag heb ik ondertussen ook al beantwoord. Oh, ja? Nou, want dat is eigenlijk heel simpel. De VER heeft inkomsten uit subsidies, opdrachten die we uitvoeren. Dat zijn met name onderzoeksopdrachten. Sponsoren hebben we vanuit het bedrijfsleven. We hebben ook donoren die af en toe ons iets schenken. En we hebben ook betalende leden, de zogenaamde premiumleden. Voor €35 word je premiumlid. En krijg je wat meer faciliteiten. Je mag alle bijeenkomsten gratis bezoeken. En je hebt ook makkelijke toegang tot het hele bestand van informatie wat voortkomt uit de helpdesk. VER heeft nog geen betaalde krachten. Alle 5 bestuurders, dat zijn vrijwilligers. Die worden dus niet betaald. En ze besteden allemaal zeg maar zo'n 2 à 3 dagen in de week aan de VER. Dat is best wel veel. Dus we zijn nu wel op zoek naar een kwartiermaker. Daar hebben we ook een advertentie voor geplaatst en een oproep voor gedaan. Daar hebben we ongeveer 30 kandidaten voor gekregen. Daar zijn we nu gesprekken mee aan het voeren. En die kwartiermaker of kwartiermakers, want dat kunnen er ook meerdere zijn. Er kunnen er 2 zijn, bijvoorbeeld een team. Die gaan de club verder professionaliseren en proberen meer structuur te geven. Want ja, dat werk wat wij er als bestuur aan hebben, dat begint zo omvangrijk te worden. Dat we echt een stap moeten gaan maken naar een professionele vereniging. Dat wil zeggen dat er ook in de toekomst betaalde krachten zullen gaan komen. Die ook heel veel werk gaan overnemen en uitvoeren voor ons. En we gaan ook met stagiaires werken. Dus kortom, we zijn een club in enorme ontwikkeling. Ja, nou super. Dankjewel Koos voor jouw duidelijke antwoord. Ik hoop dat het voor Gerrit ook helemaal duidelijk is. Dankjewel. Dan heb ik nog een... ik zie dat Maarten zijn hand heeft opgestoken. Maarten, jij wil nog iets zeggen? Nou, ik zag dat er werd een vraag aanvullend aangesteld van... komen die ook van commerciële partijen en zijn die ook bekend? Ik denk dat het goed is om te zeggen dat echt een heel klein deeltje van het geld dat wij krijgen van commerciële organisaties komen. En dat daar nooit een verplichting voor ons aan vast zit van wat wij daar allemaal voor moeten doen. Of producten die we richting jullie moeten slijten. Dat vinden wij heel belangrijk. Dat juist die onafhankelijke organisatie voor ons de kern is van ons bestaansrecht. En dat het merendeel van het geld dat nu binnenkomt, dat komt eigenlijk binnen op onderzoeken die wij uitvoeren. Ook samen met vaak overheidsorganisaties. Oké, nou dankjewel voor deze aanvulling Maarten. Maarten, dit is misschien ook al een goede vraag die ik direct weer aan jou kan stellen. Maakt de VER zich ook sterk voor prioritering van de energie voor laadinfrastructuur? En ik zie hier van Robert Daams van AUB in Noord-Holland. We zien dat grote datacentra's daar voorrang krijgen vanuit een netbeheer. Weet jij of wij daar zo nog een prioritering in geven? Nee, ik weet daar het antwoord, zou ik echt niet op weten. Misschien dat Robert die weet. Robert?
Ik was even bezig met een ander antwoord. Ik ging over de prioritering van de laadinfrastructuur, de energie voor die laadinfra. Nee, dat... Heb je die werkgroep meegenomen? Nee, dat specifieke antwoord weet ik niet. Dan moet ik schuldig blijven. Ja. Oké, nou dat is goed. Dan gaan we die in ieder geval nog, jouw vraag gaan we in ieder geval nog beantwoorden. Even kijken. Even een vraag. Zijn we het ermee eens met die prioritering of niet? Vinden we dat een goed punt? Vinden we de prioritering een goed punt? Of wij de prioritering een goed punt vinden? Ja. Nou, mag ik, kijk, voor ons is vanuit de elektrische rijden wel belangrijk. Dat, dat is ons belang waar wij voor opkomen. En dat betekent dat als ik het belangrijk vind dat ik vanavond wegga met mijn auto, dat ik erop moet kunnen rekenen dat mijn auto ook volgeladen kan zijn. En niet dat ik een soort onduidelijke in een rijtje van prioriteringen zit. En dat zeg je ook niet. Er gaat niemand hier zijn gas uit op het moment dat er gas ergens anders nodig is. En dan stop je met koken. Dat is ondenkbaar. Dus ook voor een elektrische rijder moet er wel betrouwbaarheid zijn waar je op kan rekenen. En dat is waarom die werkgroep Smart Charging ook zo belangrijk is. Omdat het dat in de kern gaat over hoe verdelen we slim de beperkt beschikbare capaciteit. En dat die capaciteit beperkt is duidelijk. Maar het gaat ook om de betrouwbaarheid en de transparantie van waar je op moet kunnen rekenen als elektrische rijder. Waar wij altijd voor op zullen komen. Ja. En daar ben ik het mee eens hoor, maar ik zie wel de problemen als ik kijk naar mijn eigen straat. Als daar 4-5 mensen opeens om 5 uur hun auto aansluiten met vol vermogen. En we willen ook nog een keer elektrisch gaan koken. Dan kan op dit moment, kan die streng dat niet aan, vrees ik. We doen jaarlijks het onderzoek, het nationale laadonderzoek. Daar vragen we ook altijd heel specifiek samen met E-Laad en RVO naar hoe we aankijken tegen smart charging. En dan zie je dat het merendeel van de elektrische rijders heeft tegen het merendeel van smart charging geen enkel probleem. Namelijk dat je gedurende de nacht wat langzamer laat. Dat is eigenlijk een van de dingen die redelijk goed lopen. Er zijn alleen ook, wat Robert al zei, situaties dat je ergens voor je werk bent of wat voor reden dan ook in een andere kant van het land. En dan moet je wel kunnen weten dat je, als je een paar uur maar wil opladen, dat je een bepaalde hoeveelheid stroom tot je kan nemen. Want anders haal je het niet, of dan moet je gaan snel laden. Dus dat, die betrouwbaarheid daar is volgens mij wel heel belangrijk. Ja. Oké. Okay. Robert, jij wou nog iets toevoegen? Nou, nee, ik zag een andere vraag. Sluit hem een beetje bij aan, maar of dat smart charging bij bedrijven bijvoorbeeld al... Of dat meer aandacht kan krijgen. Ik denk dat dat ook nog onderschat wordt. Zeker in Nederland, waar een klein deel, relatief klein deel van de mensen maar een eigen parkeergarage of oprijlaan heeft, is denk ik dat laden op werklocaties heel belangrijk. En daar zit zeker een business case in om dat ook te sturen op die locaties. Want vaak staan auto's daar 8 uur aan een lader, of in ieder geval geparkeerd. En tussen 1 en 3 leveren zonnepanelen natuurlijk ontzettend mooie duurzame stroom op. Dus daar is ook smart charging heel interessant. Oké, dankjewel Robert. Misschien... Mag ik zeggen? Ja, vertel. Naar aanleiding van die opmerkingen over slim laden en hoe zit het nu eigenlijk met die grote energieslurpers, hè? Dat is wel een ding, want ik weet, ik heb vroeger ergens in het noorden van Noord-Holland bij een bedrijf een commissariaat gehad. Daar zitten al die grote datacenters, hè? En die provincies zijn natuurlijk enorm bezig om dat soort bedrijvigheid binnen te halen en denken dan niet na over de vraag... hoeveel energie heb ik eigenlijk tot mijn beschikking? Hè? En daar zouden wij als elektrische rijders wel eens de dupe van kunnen worden. Hè? Dus dat is nog iets anders dan hoe organiseer ik het gewoon als we met z'n allen om 5 uur dat ding aan de paal zetten. Dat is de ene. En ik wou nog een andere... En daar moeten we misschien alert op zijn... op wat gebeurt daar eigenlijk in die regio's. En daar is best, denk ik, voor zo'n vereniging elektrische rijders... een rol weggelegd. Punt. Ik had nog een andere opmerking, maar die ben ik even vergeten. Kom ik zo weer op. Oh, dat is goed, Bert. Mooi, dankjewel.
het is natuurlijk wel een van de punten die ook aangeeft waar ver een belangrijke rol in kan spelen. Is met name ook om in kaart te brengen hoe lang of duurt het nou daadwerkelijk in uitvoering met die laadinfrastructuur. En daarin kom ik ook gelijk bij de vraag die Rinus volgens mij heeft gesteld. En dat gaat over het laden op werklocaties. Want dat is toch ook wel een belangrijk punt. Zodat werkgevers ook die laadinfrastructuur beschikbaar gaan maken. Ook dat is wel echt wel een punt wat zeker in de werkgroep versnelling ook wel aandacht krijgt. Enkel wat we, je zult die werkgevers in beweging moeten krijgen. En daar zal voor hun ook wel een duidelijk model moeten zijn om ervoor te zorgen. En dat kan door middel van onder andere smart charging, dat er dus ook geladen kan worden op het werk. En dat is ook met een stukje, kijk, op het moment dat je op werk bijvoorbeeld ook gratis zou kunnen laden, als je met een volle batterij dan naar huis gaat, zou je ook weer je wasmachine of je droger erop kunnen laten draaien. Dus dat biedt nog wel wat uitdagingen. En dat zijn er niet alleen uitdagingen voor ons in deze wereld van infrastructuur, maar dat is ook een uitdaging nog voor de Belastingdienst volgens mij. Dus ik zie, Robert wilde nog wat aan toevoegen. Robert. Nee, dat klopt. Nou, daar zit een aspect in dat... volgens mij in de wet opslag, elektriciteitsopslag nog helemaal niet bestaat. En dat als je één keer stroom afneemt en jouw auto vollaat, dat je daar belasting over betaalt. En als je het weer teruglevert, nog een keer belasting over betaalt. Dus dat is ook echt een aandachtspunt in die werkgroep. Ja, oké, dankjewel. Het is wel een mooi Ver Robin Hood project, waar we een gratis stroom van dat werk kunnen brengen naar de mensen die het nodig hebben. Ja. Ja. Dat zou helemaal mooi zijn, ja. Even kijken, ik zie ook Mike, die geeft nog aan van we gebruiken op dit moment smart charging bij een deel van onze kantoren. Nou, het is juist heel goed om jullie ervaringen daarin ook te delen. Dus deel die ook met je omgeving of desnoods bij de VER, dat wij die ook weer kunnen delen aan onze achterban om wellicht ook andere partijen te motiveren om die overstap te kunnen maken. Even kijken, zijn er nog andere vragen die ik zo even nog niet behandeld heb? Dan hoor ik het nog even graag in de chat. Robert, heb jij nog iets toe te voegen? Nee, ik denk dat we een mooi overzicht hebben gegeven van in ieder geval de twee werkgroepen waar wij als VER aan deelnemen. Mm-hmm. We hoorden natuurlijk ook via Maarten weer resultaten uit de andere werkgroepen en wij tweeën ook wel, want we kennen ook wel weer mensen die daaraan deelnemen. Ik laat het even aan jou over om dat toe te lichten, maar er komt volgens mij straks een mail nog daarnaast. Ja. We willen uiteraard helpen. Ja, nee, dat is goed. Ik ga zo meteen bij de afsluiting ga ik iedereen nog even vertellen wat ze toegemaild krijgen. Nog even kort een vraag van Marco. Marco, goed dat je deze vraag stelt. Ik heb dit zelf ook mogen ervaren. Omdat ik zelf onlangs op een vakantiepark aanwezig was, is dat daar bijna geen laadinfrastructuur is. En jouw vraag is ook terecht. Van ja, hoe gaan we nou bedrijven en dit soort vakantieparken dus ook verleiden om die laadinfrastructuur te plaatsen? Nou, Robert, ik kan mij nog herinneren, we hebben nog niet zo heel lang geleden een vraagstuk binnengekregen van een issue tussen een park en een netbeheerder, waar gewoon nauwelijks tot geen beweging in kwam. Kan je daar nog iets over vertellen? Ja, het punt met die vakantieparken is dat die zijn er in verschillende soorten en maten. En sommige van die vakantieparken, die hebben, daar is bijvoorbeeld het lokale net, is ook eigen eigendom. En dat is natuurlijk ooit uitgelegd om die huisjes van stroom te kunnen voorzien. En op het moment dat daar bewoners zijn of eigenaren die een auto of meerdere auto's aan zijn huis willen aansluiten en opladen, dan kan dat behoorlijke problemen geven. Nou, dan, normaal gesproken met publieke laadpalen doe je dan een aanvraag bij een gemeente en die bekijkt met de netbeheerder of er vermogen in de straat ligt en of er iets aangelegd moet worden. Maar bij zo'n vakantiepark kan het wel zijn dat het hele vakantiepark daaraan moet meebetalen en dat het ook een ingewikkelde aanleg kan zijn. Dus wat je toch meestal wel ziet is dat zo'n vakantiepark dan een aantal laadpalen plaatst bij de ingang waar dan de stralen aansluiting zit van de stroom en dat ze dat een soort, eigenlijk publieke laadpalen maken waar je met je gewone pas kan betalen. Maar ik zou zeggen, ga ook eens naar de Efteling, want dan word je als elektrische rijder echt verwend.
Ja. Ga ik snel even. Dat is een hele, zijn maar laadpalenstraat. Ja, ja. Maar die staan wel dicht, Koos. Ja. Die staan wel dicht. En vanuit Veluwe Duurzaam is er vorig jaar een project geweest om de recreatieinrichtingen te verleiden om meer laadpalen te plaatsen. Dus dat is met subsidie eigenlijk. Je ziet gewoon nu, als ik kijk, ook weer hier in Hattem, er is ook bij een lokale golfbaan is er een laadpaal neergezet. Ja, die wordt dus op dit moment nauwelijks nog niet gebruikt, maar hij staat er wel. Ja. Dus er zijn wel initiatieven geweest op de Veluwe om dus met name die recreatieinrichtingen van laadpalen te voorzien. Ja. Kom naar de Veluwe. Ja, kom naar de Veluwe. Oké, dankjewel Wim. En ja, ik zie hier nog even een aanvullende opmerking van... even kijken. Het gaat over de granny cable. Dat voldoende zou zijn. Dat dat geen probleem zou zijn. Om dan de granny cable te gebruiken. Ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je die stroom... die zul je wel moeten betalen. Op het moment dat je een enorme grote batterij... laten we even 100 kilowattuur zeggen... maal het tarief wat zij eigenlijk moeten betalen... en dat gaan vervolgens alle huisjes doen... dan krijgen ze natuurlijk een enorme stroomafrekening. Dus dit soort huisjes zijn daar ook niet altijd op ingericht... om ook vervolgens 24 uur lang aan het stopcontact... en daar zie ik ook weer een opmerking... met alle mogelijke brandrisico's van dien. Dus om een granny cable te gebruiken is niet altijd aan te raden. Zeker niet voor langere tijd. Maar evenzo goed, het is natuurlijk wel van belang... dat daar ook voldoende laadinfrastructuur beschikbaar komt. Ik zag ook nog even een opmerking... over wat betreft de buiten de vakantieparken. Hoe kunnen we nou bedrijven... eigenlijk in de binnenstad gaan overtuigen dat ze 's avonds de laadpaalplekken die er zijn ook beschikbaar maken voor bewoners. In bijvoorbeeld een binnenstad die dus 's avonds thuiskomen van hun werk en dan eventueel een auto op zouden kunnen laden. Bert, heb jij daar mogelijk een visie op? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die partijen ook gaan verleiden? Ja, dat moet onderdeel zijn van het dat moet onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid. Dat is toch wel, elke gemeente is ja, tussen aanhalingstekens, wordt gevraagd, gedwongen om een visie op de uitrol van laadinfrastructuur te doen. Hè? En ze kunnen daar keuzes maken in, gaan wij op bepaalde plekken snel laden of gaan we de hele stad volplempen met gewoon langzaam laden, laadinfrastructuur. Maar dit punt... vooral in de binnenstad of in bijvoorbeeld in de randen van de steden waar tamelijk veel bedrijvigheid is. Hè, dan zou je dus, als het op het eigen terrein van een bedrijf is, dan zouden daar afspraken mee moeten gemaakt moeten worden. Dat lijkt me tamelijk ingewikkeld. Maar je kunt je wel voorstellen dat daar voldoende laadinfrastructuur ook in de publieke ruimte is, waar dan toch tussen de gemeente en die bedrijvigheid afspraken gemaakt moeten worden over hoe zit dat nou eigenlijk? Kunnen we dat niet openstellen voor private, voor zal ik maar zeggen, gewone niet-werknemers van dat bedrijf? Maar dat moet eigenlijk op gemeentelijk niveau worden geregeld. Ik zei in ons... Want dat vind ik ook nog wel een ding, hè. Dus dat is, want die gemeente speelt echt een cruciale rol in die uitrol van de laadinfrastructuur. Die gemeentes doen ook vaak mee met de aanbestedingen die op regionaal niveau worden gedaan. Hè? Dus Rotterdam heeft een aanbesteding voor zoveel duizend laadpalen. En daar doen geloof ik 30 gemeentes in Zuid-Holland en Zeeland aan mee. Maar er zijn ook gemeentes die doen überhaupt niet mee. Hè? Die zitten nog een beetje in de ontkenningsfase, respectievelijk. Die denken, nou weet je, dat vind ik allemaal veel te ingewikkeld, zo'n nationale agenda laadinfrastructuur. Ik ga het zelf wel regelen. Daar is het ook wel van belang, hè? Denk ik. Daar kan de Vereniging Elektrische Rijders ook nog wel een rol spelen om, zal ik maar zeggen, bij wijze van spreken, dat soort gemeentes op te sporen. Dus een aanhalingstekens, hè, met de, om te kijken van, kunnen we daar niet met de beuk erin aangeven, vrienden? Er moet wel beleid komen, want er zijn inwoners van die stad, burgers, niet alleen maar kiezers, weet ik tegenwoordig dat je moet zeggen, maar het zijn burgers in die stad, en die willen graag laden, en daar is geen beleid, dus kom op met die geit. Mag ik nog een andere opmerking maken? Ik ben boven de 60, dus ik ben vergeetachtig, maar ik ben er inmiddels achter wat ik wilde zeggen. Dat ging over slim laden. Ja.
ik zie, en dat is volgens mij ook nog wel een rol voor de Vereniging Elektrische Rijders, ik zie dat er tussen regio's een discussie aan de gang is, als ze, zal ik maar zeggen, laat infrastructuur gaan aanbesteden, dat de vraag is in welke mate moet je allerlei soorten van toeters en bellen in die aanbesteding meenemen. En ik bedoel met toeters en bellen, zo'n laadpaal moet bijvoorbeeld geschikt zijn voor het tegengaan van cybersecurity. Hè. Daar moet je iets voor regelen in zo'n paal. Hè. Daar moet je geen schroefje, maar een dingetje voor doen. Maar datzelfde geldt voor slim laden. Dus er zijn natuurlijk regio's, hè, dat zijn meestal provinciale aanbestedingen, die zeggen dan, ik wil eigenlijk die prijs zo laag mogelijk houden, dus ik ga hem zo kaal mogelijk aanbesteden. Dus doet u mij maar een paal met twee van die dingetjes eraan en dan kan ik gewoon laden. En als u wil, als u straks uw eigen stroom wil meenemen naar die paal, ja, het spijt me bijzonder, dat gaat helaas niet, want dat zit niet in onze aanbesteding. En dan zijn er twee soorten van problemen. Als je die aanbesteding volhangt met allerlei innovatieve dingen, dan zijn er eigenlijk geen partijen die daarop willen inschrijven. Hè. Dan wordt dat kring hartstikke duur. En de andere kant van dat spectrum is, als je hem helemaal kaal laat, dan gaan wij straks met z'n allen heel veel meer betalen. Want dan gaan we zeggen, ja, maar die cybersecurity moet geregeld worden. Hij moet eigenlijk nog gereed gemaakt worden voor slim laden. Hij moet nog voor andere toeters en bellen gereed gemaakt worden. En daar moet een soort nette balans in gevonden worden. En ik denk dat vanuit het belang van de elektrische rijders, we goed moeten opletten, of jullie dan, hè? Jullie moeten goed opletten, wat gebeurt er eigenlijk in die markt? Want daar zouden wij als elektrische rijders nog wel eens de dupe van kunnen zijn. Ja, ik herken die discussie, Robert, als ik er even mag reageren. Ik ken die discussie uit onze werkgroep, maar ook uit andere situaties. En iets dergelijks speelt nu ook weer, omdat wij nu bezig zijn, tenminste die werkgroep bezig is met een contourvoorstel voor de toekomst, maar dat er inmiddels bijvoorbeeld al partijen zijn, zoals de gemeente Amsterdam, die al een implementatie heeft met Flexpower en daar met een tweede fase of een tweede versie van bezig is, en die zegt van, eigenlijk van ja, we hebben niet zo'n behoefte aan om nu weer via een andere weg weer nieuwe eisen te krijgen. Ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat een van de andere zaken die onze werkgroep heeft, of de werkgroep Smart Charging heeft opgesteld, dat zijn zeg maar wel de Dutch Smart Charging Requirements. Dat zijn de technische eisen die aan laadpalen worden gesteld. Ja. Zodat bij aanbestedingen daar wel rekening mee kan worden gehouden. Nog even los van in hoeverre er in de toekomst een marktmodel of zo aan wordt gehangen of de organisatie eromheen. Maar het is wel belangrijk dat die laadpaal technisch in ieder geval in staat is om op de een of andere manier aangestuurd te kunnen worden of te kunnen communiceren met die auto over het af te nemen vermogen. Maar ik herken dat spanningsveld dat, in die discussie. Ja. Ja. Ik zie je nu ook terugkomen, Marina. Ja. Ik kijk even naar die chats die nu voorbij komen. Ja. Je ziet op sommige terreinen dat er nog maar één aanbieder is, zegt een van de deelnemers. In Limburg was er volgens mij maar één aanbieder, in Rotterdam ook. Ik zie dat er een aanbieder van, ik zie het niet hier, maar ik weet dat er een aanbieder is, die is ergens tegen een beroep en bezwaar gegaan, maar dat is vooral een aanbieder die alleen maar langs lijnen van het vergunningenmodel opereert. Dat snap ik wel, dat die in beroep en bezwaar gaat. En gaat wordt het dan niet ingewikkeld, zegt Maarten Hagman, als het gaat over met je prijstransparantie. Maar waar het mij om gaat is dat we alert zouden moeten zijn over welk beleid wordt. En ik ben dat in de, laat ik vooropstellen, ik ben dat in de stuurgroep. Hè, dus ik zit enorm achter die vrienden aan te jagen met en moeten we daar niet het goede gesprek over voeren. Maar ja, ik ga er niet over hoe zo'n aanbesteding eruit ziet. En ik denk dat wij als elektrische rijders er baat bij hebben dat we niet nu een hele goedkope laadpaal krijgen, zou maar zeggen, met een misschien iets lager tarief, en straks over 3 jaar of over 4 jaar zeggen, ja, maar ja, mijn auto, en dat zit er niet in de auto, stelde ook een van die vragers, hè, mijn auto is, mijn systeem is straks, ik wil slim kunnen laden, want ik wil die auto in mijn energiesysteem hebben, en nou kan het niet. Dat zit eerder bij de laadpaal en bij het energiesysteem, zeg ik tegen degene die dat vraagt, dan dat het bij de auto zit. We zijn niet afhankelijk van die vrienden van die auto's. Die leveren gewoon een batterij op 4 wielen met een stuur erin en gaan met die banaan. Ja.
Ga je dan aan naming en shaming doen, Bert? Want dan moeten we wel weten waar dat speelt, hè? Nou ja, waar het speelt. In die vragen staat het al. Er zijn natuurlijk aanbestedingen. Er zijn partijen die zeggen, die aanbesteding van Rotterdam, die is zo, zal ik zeggen, tussen aanhalingstekens, fancy. Ik vind hem niet fancy, want ik vind dat cybersecurity een terecht probleem is. Ik vind dat die laadpalen, slim laden, klaar moet zijn. Hè? Dat heeft natuurlijk wel een prijs op korte termijn. Op langere termijn gaat die prijs vanzelf weer naar beneden. Maar daar moet je dan het gesprek over voeren. Dus dat is niet naming en shaming. Want ik snap ook wel dat er natuurlijk partijen die zijn zeggen, ik wil zoveel mogelijk laadpalen tegen een zo laag mogelijke prijs. En daar moet je eigenlijk ergens het midden in vinden. Nou, ik hou mijn mond, want ik ga veel te veel buiten mijn boekje. Nou, helemaal goed, Bert. Dankjewel. Ja, wat wel belangrijk is, en ik zie Robert ook nog wel even kijken, is dat dit punt is natuurlijk wel in het kader van die aanbestedingen dat we dat wellicht eens kunnen monitoren. Welke aanbestedingen worden daar uitgezet? Hoe zien die eruit? En hoe kunnen we als EV-rijder daarnaar kijken en zeggen, oké, dit is van belang. Willen we toekomstbestendig zijn voor nu en aankomende 5 of 10 jaar? Dus zullen we dat op de agenda zetten als extra punt? En juist door op deze manier met elkaar het hierover te hebben, komen dit soort punten naar boven. Dus we schrijven hem op. Dankjewel. En ik vind het ook wel goed, dat volgens mij zijn er dus, we hebben een aantal vragen vooraf gehad om van mensen, sluit je aan, word vrijwilliger van de VER, doe mee. Je kan het nog specifieker maken dan de werkgroepen die nu spelen. Hè? Want uiteindelijk willen we de kennis in onze organisatie gebruiken om inderdaad ook mee te kijken in huidige aanbestedingen. We worden nu al vaak gevraagd, wat vinden jullie van deze aanbesteding? Kunnen jullie even meekijken? Dat zouden we graag ook een ploegje mensen hebben die dat ook wel eens wil doen. Ik kan me ook voorstellen, een beetje aansluitend bij wat Bert zei, het hoeft niet allemaal heel ingewikkeld te zijn. Je mag jezelf ook als een verspion inzetten. En als je denkt dat het in jouw gemeente het niet goed is geregeld, stuur een mailtje naar de info helpdesk VER. En we weten dat deze gemeenten de zaken nog niet helemaal op orde hebben. En dan kunnen we wel een brief over sturen. Dus je hoeft niet altijd heel groot te zijn. Maar de kern is dat we jullie nodig hebben om effectief als organisatie te kunnen zijn. Ja, dankjewel Maarten voor deze aanvulling. In de tussentijd zie ik al mensen die ook hun hand opsteken. Maar even gezien de tijd, misschien wel even goed. Als je nog een vraag hebt, zet hem even in de chat. Dan ga ik richting de afronding. Ga ik allereerst even vragen. Wim, heb jij nog een toevoeging aan aanleiding van deze sessie? Nee? Oké, dankjewel. Alexander? Kort, dankjewel. Nee, ook niet. Oké, dankjewel. Ik zie in de tussentijd, is er ook aandacht voor groen laden naast het slim laden? Een vraag van John. Dankjewel, John. Robert? Nou, dat kan inderdaad een aanbieder zijn van slim laden, die specifiek stuurt op zoveel mogelijk gebruik van duurzame elektriciteit. Met andere woorden, als jij inplugt en jij heb je een contract bij zo'n provider, dan stelt hij het laden en uit als hij weet dat er over een paar uur flink wat meer zon- of windenergie beschikbaar komt. Ja, oké. Dankjewel. Robert, heb jij verder nog iets toe te voegen? Nee. Deze sessie? Nee, heel veel vragen en opmerkingen zie ik. Dat is heel mooi. Ja. Oké, dankjewel. Dan kom ik bij Bert. Bert, heb je nog iets aan te vullen? Nee, dankjewel mevrouw. Ik vond het leuk. Mooi, goed zo. Koos. Ja, dankjewel. Ik vond het een prima bijeenkomst en veel informatie. En ik hoop dat de leden er ook echt iets aan gehad hebben. En je kunt je reacties op deze bijeenkomst ook rustig nog even aan ons doorzetten. Dat kan nu door een berichtje in te geven, maar dat kan ook later nog. Als je nog suggesties hebt van hoe we dit beter nog kunnen doen. Of wat voor onderwerp je zelfs er nog zou willen aansnijden. Dan ben je van harte uitgenodigd. En dan organiseren we al of niet nog nieuwe webinars. En er komen er nog een paar. Hè? Er komt nog een verkiezingsbijeenkomst aan, virtueel. Dus ook via zo'n webinar. En er komt ook nog een bijeenkomst aan over onze onderzoeken. Die we op dit moment houden onder bereiders en een elektrische auto. Dus kortom, de leden worden echt nog wel verwend de komende tijd. Nou, mooi. Dankjewel, Koos. Maarten, jij had nog wat toebrengen. Nee hoor, helemaal fijn en klaar. Ik hoop dat iedereen ook
ons weet te vinden. Maar daar ga jij nog iets over zeggen, dat is helemaal goed. Zeker. Voordat we helemaal definitief, ik heb even iedereen in beeld gebracht. Vind ik altijd wel leuk, dan kunnen jullie allemaal even naast elkaar zien. Belangrijk, jullie krijgen, dus alle deelnemers krijgen van ons allemaal een handout van de NAN toegemaild. Daarin staat ook het mailadres van Robert en zowel ook mijn mailadres. Voor als jullie nog vragen hebben of je op willen geven als vrijwilliger, dus vul dat ook zeker in. En daarnaast, als je in je omgeving mensen hebt die tegen laadinfrastructuur issues aanlopen of alle andere zaken als het gaat over elektrisch rijden, stuur ze dan met een gerust hart naar de EV Helpdesk met vragen. Ze krijgen netjes binnen één werkdag ook antwoord op de vragen. En we helpen de mensen ook echt wel een stuk verder. Dus maak er echt gebruik van en zorg ook dat je daar je omgeving op wijst. Goed, dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid, digitale aanwezigheid vanavond. In ieder geval voor alle deelnemers en voor de kijkers. En daarnaast ook uiteraard alle sprekers. Jullie allemaal hartelijk bedankt dat jullie er waren vanavond en de uitleg hebben kunnen geven. En graag doen we zo'n sessie nog eens later dit jaar om de voortgang van de NAL nog verder te bespreken. Voor nu, Marina, bedankt voor de organisatie, hè, Marina? Ja, graag gedaan. Goed gedaan. Goed, prettige avond allemaal. Jullie ook. Mooi.